als uit de stembusuitslagen blijkt dat de Democraten hebben gewonnen, dat de Republikeinen toch gaan proberen, zoals ze ook op 6 januari 2021 hebben geprobeerd, om de overdracht van de macht tegen te gaan. En hoe kijk je dan naar Clinton op podium? In je columns ben je ook kritisch over Trumps wat perverse gedrag in het verleden, onder meer met een Stormy Daniels. En dan toch de grootste viesbeuk van de Democraten krijgt dan weer een grote rol op het podium. Als Elon Musk een hele grote voorvechter was geweest van misschien de democratische kandidaat voor de komende verkiezingen, Kamala Harris, dan hadden we het prachtig gevonden. Op dit moment is binnen de Amerikaanse wet zijn sociale media platforms expliciet uitgezonderd van zulke aansprakelijkheid. En ik zou willen zeggen dat je dat op moet heffen. De opkomst van China, de welvaart die daar gegroeid, die in China zo snel is gegroeid, die is toch voor een groot deel ten koste gegaan van de middenklasse en lagere middenklasse in het Westen. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur van edelmetaalbedrijf Holland Gold en welkom bij onze wekelijkse podcast over geld en macht. Vandaag spreek ik met auteur en econoom Helene Mees. Helene is gepromoveerd op economische groei in China, schrijft columns voor de Volkskrant en volgt de Amerikaanse verkiezingen op de voet. Met haar ga ik vandaag praten over desinformatie, censuur, de Amerikaanse verkiezingen uiteraard en haar visie op Europa. Vergeet niet de video te liken, je te abonneren en ons te laten weten in de comments welke gasten jullie nog meer willen. Helene, welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, ik was in de volstelling dat jij in New York woonde, want dat zag ik op je X staan bij locatie. Dus daarom heb ik je uitgenodigd voor een online podcast. Maar achteraf had het dus ook gewoon in Nederland kunnen opnemen, hoor ik net. Ja, ik ben nu in Nederland. Ik woon wel degelijk in New York, maar ik wissel mijn tijd tussen beide continenten. Dus nu is het eventjes hier. Wellicht de volgende keer dan in de studio hier bij ons in Alkmaar of ergens anders in Nederland. Heel goed. Hey, laten we beginnen met desinformatie. Je hebt behoorlijk wat stof doen opwaaien recent met een column die je schreef in de Volkskrant en een tweet daarover. Je gaf op 13 augustus aan dat het desinformatie-industriële complex aan banden moet worden gelegd. En je richt je pijlen vooral op X. Wat bedoel je hier precies mee? Nou, wat je ziet is dat we eigenlijk in een periode zijn beland waarin sociale media heel erg de nieuwsvoorziening bepalen. En in de Verenigde Staten is vastgelegd in de wet dat sociale mediaplatforms niet verantwoordelijk zijn, hè, niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit wat zij publiceren of op de posten die op hun platforms verschijnen. En daar zit een gedachte, een logica achter in de zin dat de sociale media platforms zoals X, maar ook Facebook, zelf niet degene zijn die posten schrijven en ze dus zelf ook niet plaatsen. Maar wat we wel zien, is dat bedrijven wel heel belangrijk zijn in de rol van welke berichten worden gezien, welke posten op X worden heel veel geliked, welke worden minder veel geliked. Hetzelfde geldt voor Facebook. Hè? Als algoritmes erop ingesteld zijn om hele extreme posten, berichten op Facebook of ik noem het nog Twitter in mijn hoofd, maar op X. Ja. Om die vooral veel aandacht te geven en die te pushen. Dan stimuleert dat, dan krijg je een situatie waarin mensen gestimuleerd worden om hele extreme berichten te plaatsen. Die krijgen veel aandacht en die worden dan ook weer geliked. En zo worden we zelf ook onderdeel van dit industriële complex. Dus het zijn niet eens de sociale media platforms die alles dit op hun eentje, in hun eentje kunnen doen. Maar het gaat er ook over dat wij als gebruikers van die platforms daar ook heel hard aan meedoen. En daar ook mede verantwoordelijk voor zijn. Maar dit is wel een bijzondere situatie als het gaat om X. Elon Musk is daar ongeveer 2 jaar nu de eigenaar van. Hij had een bod gedaan dat hij aanvankelijk weer terug wilde trekken. En toen heeft de raad van bestuur van Twitter toen nog gezegd van nee, jij moet dat bod dat je gedaan hebt, moet je gestand doen.
Dat hebben ze uiteindelijk gewonnen, vrij snel. Het is niet tot een rechtszaak gekomen. Het is wel een zaak gestart, maar het is niet tot een juryproces gekomen. Omdat Elon Musk zelf wel inzag dat hij die zaak niet kon winnen. Dus hij heeft het tegen heug en meug voor een veel te hoog bedrag gekocht, het platform. Maar ja, je ziet nu wel dat hij het gebruikt om zijn eigen politieke standpunten, die erg naar extreem rechts neigen, om die heel veel kracht bij te zetten. Hij zorgt ervoor dat het algoritme zo is ingericht dat zijn posten vooral heel erg zichtbaar worden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb hem al lang geblokkeerd, zodat ik hem niet tegenkom als ik dat niet wil. Het lastige van dit alles is dat als Elon Musk een hele grote voorvechter was geweest van misschien de democratische kandidaat voor de komende verkiezingen, Kamala Harris, dan hadden we het prachtig gevonden. En nu hij een rechtsstandpunt inneemt en hij ook nog is, dat hij Donald Trump herkozen wil zien, dat we dat problematisch gaan vinden. En dat mag natuurlijk. Jij vindt het problematisch, maar er zijn inderdaad, de Democraten hebben doorgaans heel veel mainstream media al achter zich gestaan. En Musk staat dan achter Trump. Nou ja, zo heeft iedereen zijn mening en zijn filosofie, laat al die meningen gewoon langskomen. En mensen maken dan zelf wel een keuze waar ze voor willen gaan. Kijk, ja, ik ben het wel met je eens dat het soort van het haalt wel het slechtste in ons naar boven vaak, hè, die platforms. En je ziet vaak dat extreme berichten het beter doen. En dus het is meer eigenlijk een soort van probleem van de psyche van de mens waar we iets aan moeten doen misschien dan dat we die tech-entrepreneurs kunnen aanpakken. Maar wat stel je concreet voor dan? Als je zegt van er moet aan banden worden gelegd, wat zou je dan willen voorstellen? Thierry Breton, die eurocommissaris, die schreef een brief naar Musk. Voorafgaand zijn gesprek met Trump. En dat backfired enorm. Dat vond ik als Europeaan ook absoluut niet gepast. Dat hij mij op die manier probeert te beschermen of iets. Maar hoe zie jij het concreet voor je om een X aan banden te leggen? Zonder dat je daarmee straks het kind met het badwater weggooit. Want vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een groot goed. De vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed. Een platform als Twitter en of X en Facebook hebben ook grote voordelen. Je komt heel veel ideeën tegen die je normaal niet zo makkelijk op die manier tegen zou komen. Dus in die zin inderdaad, kind niet met badwater weggooien. Maar als je kijkt naar gewone media, als bijvoorbeeld kranten, die zijn verantwoordelijk voor schade die door een berichtgeving wordt aangericht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Fox News, een nieuwszender in de Verenigde Staten, die heeft tijdens de vorige verkiezingscampagne keer op keer mensen aan het woord gelaten en ook presentatoren van Fox News, die zeiden dat de elektronische stemmachines, dat daarmee geknoeid was en dat die zorgde voor een valse uitslag. En vervolgens heeft de producent van die stemmachines, heeft Fox News daarop aansprakelijk gesteld voor de schade die zij daardoor hadden geleden. Er is een bedrag uitgekomen uit na een proces van 1,8 miljard aan schadevergoeding. En dat is voor iets minder dan 1 miljard is dat gesetteld. Dus Fox News moest voor de schade die zij hebben aangericht bijna 1 miljard dollar schade betalen aan het aan de producent van die elektronische stemmachines. Zulke schadezaken horen we niet heel veel. Dus je moet het als gewone media best heel extreem, heel bond hebben gemaakt voordat je zulke schadeclaims aan je broek krijgt. Maar het is wel belangrijk dat die mogelijkheid bestaat. Op dit moment is binnen de Amerikaanse wet zijn sociale media platforms expliciet uitgezonderd van zulke aansprakelijkheid. En ik zou willen zeggen dat je dat op moet heffen. En wat je zou kunnen doen is zeggen, jullie zijn aansprakelijk, tenzij je kunt laten zien dat je voldoende voorzorg hebt genomen dat, zeg maar, ik wil zeggen blatant lies, maar uitgesproken, hele overduidelijke leugens, dat jullie niet je best doen om die te verwijderen. Als jullie opruiing is ook in de Verenigde Staten verboden, maar zeker ook in Europa, als je oproepen tot geweld, als je niet je best doet om die te verwijderen, dan kun je daar aansprakelijk voor zijn. En dan is het dus niet de overheid die daar achteraan gaat. Dat was in het geval van Fox News ook niet zo. Het
is niet zo dat ze een boete hebben gekregen. Ze hebben schadevergoeding moeten betalen aan een privaat bedrijf dat Fox News had aansprakelijk had gesteld en voor de rechter had gesleept. Dus je kunt je voorstellen dat dat voor sociale media platforms ook zou moeten gelden. Ja, kijk, als iemand smaad of laster pleegt of oproept tot geweld, dat soort posts zouden moeten kunnen worden verwijderd. Of daar zou je als sociaal media platform, en net als de gebruiker natuurlijk, verantwoordelijk voor moeten kunnen worden gesteld. Maar ik denk dat het wel een slippery slope is en dat het wel steeds meer richting censuur gaat. Als je ziet wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, waarbij mensen uit hun bed worden gelicht en 1-2 jaar vast worden gezet in de gevangenis omdat ze iets retweeten. Ja, dat komt op mij heel Orwelliaans over. Of zie je dat anders? Ja, maar dat is toch weer iets anders dan wat ik. Hè. Dit gaat over het uitoefenen van staatsmacht. In beginsel gaat daar mijn voorstel over verantwoordelijk houden. Gaat daar niet over dat de staat het doet. Het geeft partijen. Stel dat jouw naam... stel dat er een bericht zou komen op Twitter of X, ik zou het je niet toewensen, maar waarin jij gedoxt wordt en je wordt bijvoorbeeld beschuldigd van pedofiele praktijken. Ja, en als je ziet wat dat aan agressie in mensen kan oproepen en mensen weten jouw telefoonnummer, ze hebben jouw contactgegevens, ze weten waar je woont en ze weten plaatsen er misschien ook nog foto's bij van familie van je. Dan wil jij toch een manier hebben om alleen de plaatsen van dat bericht, maar ook als X dat bericht heel makkelijk verspreidt en viraal laat gaan, terwijl jij allang gezegd hebt van hey, dit is niet waar, controleer dit bericht, want ik ben nergens van beschuldigd, ik ben nergens van beticht, doe er wat aan. Dan wil je dat X daar ook op reageert en dat als X daar niet de moeite voor doet, dan wil jij X ook schadelijk kunnen stellen. Want het zou wel kunnen zijn dat degene die het bericht gepost heeft, dat je die kun je sowieso voor zo'n smadelijke leugen, zou je die kunnen, aansprakelijk kunnen stellen. Maar dat zijn mogelijk mensen die geen enkele financiering hebben, wat voor jou heel lastig is om achteraan te gaan, omdat jij niet de gegevens kunt achterhalen. Dus ik denk dat het heel goed is dat sociale media platforms zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol. Ja. Nou ja, goed dat je het even toelicht. Want ik wist er nog een soort van uitwerking in je column. Maar goed, een column is natuurlijk ook bedoeld om... er komt nog een nieuwe column over onderwerp. Helemaal goed. Laten we naar de Amerikaanse verkiezingen gaan. Nog even voor de zekerheid. Ik weet het wel, maar wie moet het worden wat jou betreft? Harris of Trump? Ja, wat mij betreft Harris. Ja, waarom is Harris eigenlijk verkozen na aftreden Biden? Is zij echt het beste dat de Democraten te bieden hebben? En was het niet democratischer geweest als na aftreden van Biden diverse kandidaten een echte kans hadden gekregen? Ik ben het met je eens dat het democratischer was geweest als meer kandidaten een kans hadden gekregen. Want de Democratische Partij heeft echt gewoon een hele talentpool waar ze uit kunnen putten. Gavin Newsom Gavin Newsom, die is gouverneur van de staat California. De gouverneur van Pennsylvania is heel erg succesvol, Shapiro. Dus die hadden ook allemaal een hele goede kans en misschien wel een betere kans gemaakt. De dynamiek is geweest dat Biden het zo lang heeft tegengewerkt om, een aantal weken, echt heeft laten weten, ik blijf gewoon zitten. En volgens mij de stemming was zo laag, dat op het moment dat hij terugtrad en hij zich vervolgens zijn steun uitsprak voor Kamala Harris, de dynamiek zo was dat het ook niet meer te stoppen was. En je ziet dat echt mensen als Pelosi, die heeft nog wel even gewacht, niet heel lang. Maar met het steunen van de kandidatuur van Kamala, Barack Obama, die op zich goed bevriend is met Kamala Harris, die heeft lang gewacht met zijn endorsement uit te spreken. Dus ik denk dat het beter was geweest. Ik denk als we hadden geweten hoe slecht de situatie van Biden was. Dat wil ik niets afdoen van alle talenten en capaciteiten die hij heeft. Maar de veroudering heeft toch wel meer toegeslagen dan ik mij bewust van was. Dat het gewoon beter was geweest als er helemaal een open primary was geweest. En dat hij al een jaar geleden had gezegd van joh, ik doe niet meer mee.
En dan was er gewoon een primary geweest zoals het normaal gaat. Maar er was, was nog steeds tijd, toch? Dus, nog steeds was er natuurlijk, het was krap. Hè. Dit is voor mij de kortste campagne die de Democraten kunnen voeren met Harris ooit. Maar dan nog was er tijd geweest om een betere kandidaat naar voren te schuiven. Ik hoor bij jou veel aarzeling over Kamala. Wat is jouw aarzeling? Ja, ik vind haar onsamenhangend praten. Om een Engelse term te gebruiken, word salad. En de manier waarop ze lacht, hoe ze overkomt. Haar economisch beleid vind ik tot nu toe ook weinig zin hebben. Daar ga ik nog even met je over. Ja, bijvoorbeeld hoe zij allerlei price controls wil doorvoeren. Wat bijna iedere econoom kan je vertellen dat gaat leiden tot meer schaarste. Maar nog even terugkomend op het proces. Was er echt te weinig tijd om met een andere kandidaat te komen? Mensen hebben gedacht, nou, er kan wel een soort mini-primary komen. Hè? Dan hebben we nog ongeveer 4 weken tot conventie. Hè? Dat is nu allemaal de afgelopen 4 weken zouden dat dan zijn geweest. En dan hadden gewoon 5, 6 kandidaten of 4, 5 kandidaten hadden tegen elkaar kunnen strijden. En dan had het nu gewoon op de conventie besloten moeten worden. Dus dat was extreem spannend geweest. De conventie nu is, ja, ik vind het wel aantrekkelijk om te kijken naar Michelle Obama, Barack Obama en die hun steun uitspreken. Maar ja, dat is ook, ik behoor tot die politieke familie en niet tot de anderen. Dus misschien was eigenlijk de Republikeinse conventie nog wel spannender in die zin. Maar niettemin. Het is nu zo gelopen en ik denk dat het gewoon komt door de dynamiek dat de enorme opluchting was dat Biden de eer aan zichzelf hield. Dat Biden vervolgens zijn steun uitsprak aan Kamala Harris. En er waren heel veel aarzelingen over Kamala Harris hele lange tijd. Aan de andere kant is het zo dat mensen echt het laatste jaar heeft zij heel goed voor gezorgd dat de Democratische Partij bij elkaar is gehouden, is gebleven. Dus ik denk dat zij daar ook credits voor verdient. En dat zij juist mensen door haar houding de afgelopen weken, maanden, door de partij bij elkaar te houden, mensen heeft overtuigd van haar politieke inzicht en kunnen en talenten. Hey, je gaf al even aan dat je toch wat verrast was over Bidens achteruitgang. Eind vorig jaar noemde je hem nog scherp. En dat vond ik ook grappig. In de media werd hij constant afgeschilderd als sharp as a tack. Ook waarbij alle media precies hetzelfde zeggen. Wat ik heel creepy vind als het allemaal op elkaar wordt afgestemd. Maar heel veel alternatieve media en ook rechtse media, die wezen het publiek er al heel lang op dat de man duidelijk aan het verouderen was en dat hij niet meer capabel was. Maar bij heel veel democraten leek het toch een soort van verrassing als een bom in te slaan. Ik moet ook zeggen, ik vind de twee... Ik kijk niet. In Amerika werken heel veel mensen totdat ze in de 90 zijn. Dus dat moet je helemaal niet. Hoogopgeleide mensen. Het is heel normaal als die totdat ze 90 zijn doorwerken. Niet omdat ze geen geld hebben, maar omdat ze gewoon van hun werk houden. Dus Amerika is toch. Je ziet in Nederland wel een verandering vergeleken met 10, 20 jaar geleden. Want toen werkte niemand boven de 55. Dat is gelukkig niet meer zo. Maar het is nog niet in. Dus ik kan me voorstellen dat je met Nederlandse ogen er vreemd naar kijkt. Naar iemand met de leeftijd van Biden. Maar het gaat niet om de leeftijd. Het ging me om hoe die overkwam. Zijn leeftijd zal me worst wezen. Maar hoe die overkomt. Ik merk dat jij erg veel aan beelden hecht. En dat ook maar woorden. Als hoe iemand praat. En dan hoor je ook nog eens de record verhalen. En van insiders. Hoe die opereert in het White House. Dat die veel slaapt, weinig werkt en vaak afwezig is. Dat in combinatie met hoe die op podium staat, hoe die oreert. Ik zie heel veel goede kandidaten bij de Democraten, van ik denk van ja, die hadden ze al veel eerder naar voren moeten schuiven. En werd te lang vastgehouden aan deze kandidaat. Maar als hij zo veel slaapt en weinig in het Witte Huis werkt, dan is het extra knap dat hij zo ontzettend veel voor elkaar heeft gekregen. Er zijn geen presidenten geweest in de laatste... Nou, ik denk sinds, sinds 1931, 32, die zoveel voor elkaar hebben gekregen op wetgevend gebied. Maar het zijn mensen achter naast hem toch, dat is zijn team. Hij is dat de frontman, maar dat is natuurlijk... Dat ben ik niet, dat geloof ik niet. Want hij is echt wel degene die al die ideeën heeft, die verkiezingen heeft gewonnen met zijn ideeën. Dus ik denk ook dat hij dat het NAVO zo goed bij elkaar is gebleven, of juist bij elkaar is gekomen,
In de strijd tegen Rusland over de oorlog in Oekraïne, dat dat voor een heel groot deel te danken is aan Joe Biden en niet aan zijn team. Dus ik ben het gewoon met je oneens. Maar dat is goed, dat is prima. En hoe kijk je dan naar Clinton op podium? In je columns ben je ook kritisch over Trumps wat perverse gedrag in het verleden, onder meer met een Stormy Daniels. En dan toch de grootste viesbuk van de Democraten krijgt dan weer een grote rol op het podium. Hoe kijk je ernaar? Ja, eens even kijken. Ik, ik denk dat Clinton was president. Dat is bijna moeilijk voor te stellen. Maar volgens mij werd hij in 1992 verkozen. Nee. Was echt wel een andere tijd. Werd er gewoon anders gedacht over buitenechtelijke relaties. Ik weet dat het bij Clinton de beschuldigingen verder gaan dan alleen maar buitenechtelijke relaties. Ook, maar ook het gebruik van de vrouwen tegen hun zin. Ja. Maar met de kennis van nu kan je zo'n man toch niet op het podium zetten. Dat ga je toch als democratie. Ik weet dat er ook veel kritiek is binnen de Democratische Partij, maar zo'n man moet je toch thuis laten dan? Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Heeft hij de feiten. Kijk, ik vind de zaak met Monica Lewinsky. Waar die mijn eet, hij heeft het ontkend, hè? Hij heeft er gewoon gelogen voor de rechter. Ja, het was een beetje. I did not have sexual relations. Yeah. En dan heeft hij een hele definitie van wat een sexual relation is. En dat wilde dan precies niet onder. Want nee. En was er geen intercourse geweest. Ja. Maar hij heeft dus achteraf ton betaald aan Sarah Jones. Geweest. Hij heeft veel meer hash money betaald dan Trump uiteindelijk. Dus ik praat Trumps gedrag niet goed hoor. Dat is gewoon pervers en ziek gedrag wat hij niet had moeten doen. Maar wat Clinton doet of heeft gedaan, zo'n man moet je gewoon niet op het podium zetten, lijkt mij. Ja, ik vond zijn bijdrage best wel goed. Over dat Trump altijd over me. Hij is... Clinton is heel erg succesvol in het praten over economische uitdagingen. Dat was hij als presidentskandidaat al. Het is toch helemaal verbijsterend om te bedenken dat hij 30 jaar, nee niet 30 jaar geleden, maar toch al 22 jaar geleden werd verkozen als president. Moet je eens voorstellen hoe jong hij toen nog was. Maar de tijden zijn veranderd. Je weegt dit soort gedrag inderdaad nu anders. Mensen kunnen zich dat nu niet meer veroorloven. Ik weet niet of... ik weet niet hoe jij keek tegen de beachvolleyballer in Nederland. Of die wel of niet mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Nadat hij veroordeeld was voor verkrachting. Wat later is omgezet tot ontucht. Dat heb ik niet meegekregen. Maar ik weet wel, Olympische Spelen. Maar op... Ja, maar als je ziet wat Johan Derksen, wat hij 60 jaar geleden had gedaan, daar valt men in Nederland in ieder geval nog steeds heel erg over. Maar Clinton is nog steeds een soort van held in vele ogen. Dat vind ik wat dubbel. Ik weet niet of hij de held is. Ik weet ook niet precies op welke aantijgingen jij. Ik vind Monica Lewinsky was een consensuele relatie. Dat zij daar nu van terugkomt en dat ze zegt, ja, maar gelet op het machtsverschil, mocht hij daar niet van uitgaan dat ik daar vrij over kon kiezen. Dat is dan de norm die we daar nu op leggen. Maar ik weet wel dat in New York bij heel veel universiteiten het ook nog akkoord was dat hoogleraren relaties met studenten hadden. En het enige wat er dan was, is dat je dat werk niet mocht beoordelen. Dus... Het zijn veranderende tijden. Ik heb ook columns geschreven waarin ik zei dat het problematisch is dat als de normen veranderen. Kijk, als er een nieuwe wet in werking komt, dan geldt die alleen maar voor nieuwe zaken. En wat we nu eigenlijk doen is eigenlijk een nieuw normatief kader dat we hebben. Ga je met terugwerkende kracht toepassen op zaken die 30 jaar oud zijn, 40 jaar oud zijn. En daar kun je vragen over hebben. Ja, het is meer dat je dan dat je nu dat men Trump aanvalt op zijn escapades. Wat ik begrijp, maar volgens dan wel tegelijkertijd Clinton op het podium hijst. Dat vind ik nog steeds heel erg dubbel.
Maar goed, even los daarvan. Ik geloof niet dat het de belangrijkste kwestie is. Ik geloof dat Trump op heel veel verschillende manieren wordt aangevallen. Ik denk dat het belangrijkste argument is dat hij een grote bedreiging is voor de democratie. Hij is een racist. Er zijn nog wel wat meer dingen die je op Trump... Hij is een narcist. Dus ik denk niet eens dat het zijn affaires met vrouwen niet... Nee, misschien een van de grootste problemen is wel de polarisatie in de Verenigde Staten en in Nederland en waar ook ter wereld. Maar je hebt je wel eens uitgesproken over de zorg die je hebt bij een mogelijke civil war als het, en bloedstollende maanden die ons staan te wachten in de VS. Schets eens een scenario dan. Wat gebeurt er? Stel twee scenario's. Dus je hebt de Democraten die winnen of Trump die wint. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij winst van de Democraten? Verwacht je dan weer een kapitoolbestorming of iets ergers? Nou, ik denk dat het grootste risico is, kijk, het worden close elections. Er zijn een heleboel kiezers die, als je aanhanger van Trump bent, dan laat je niet nu omturnen om voor Kamala Harris te gaan stemmen. Andersom hetzelfde. Dus het gaat over die zwevende kiezers. Vaak gaat het over in staten maar echt een handvol stemmen waarmee de verkiezingen besloten worden. Dus eerst is er al de vraag van, gaat dat met verkiezingen? Krijgen mensen de kans om hun stem uit te brengen? Worden mensen niet onterecht weggestuurd? Je ziet dat er een heleboel redistricting is gebeurd, waardoor mensen in het kiesdistrictenstelsel, maakt het heel veel uit in welk district je woont voor de uitkomst van de verkiezingen. Dus dat is al de eerste zorg. Tweede zorg is dat zelfs als hier geen problemen zijn, is dat op dit moment bijvoorbeeld in Georgia, daar is dus een verkiezingscomité die de kiesmannen moet aanwijzen nadat de verkiezingen hebben plaatsgehad, waarvan de meerderheid van de leden vindt dat de verkiezingen destijds in 2020 gestolen zijn. Terwijl daar is enorm veel over geprocedeerd. Er is geen enkel bewijs dat er toen stemmen zijn gesmokkeld of weggelaten of vervalst. Daar is geen enkel bewijs van. En toch zit er zit in die kiescommissie die kiesmannen moet gaan vaststellen. En Georgia is een hele belangrijke swing state. Die gelooft dat de verkiezingen in 2020 gestolen zijn. Net zoals Trump beweert. Nou, stel dat zij gewoon een andere sleet met electors. Ik weet niet eens heel goed hoe ik dat nou in het Nederlands moet vertalen. Gewoon terwijl de Democraten de meeste stemmen hebben behaald in Georgia, dat ze toch zeggen, nee, wij gaan toch een andere sleet met electors aanwijzen. Nou, dan gaat daarover geprocedeerd worden. Maar bij de hoogste rechter is de meerderheid van de rechters zijn benoemd door Trump. En je hebt kunnen zien in verschillende zaken dat ze ook heel erg, bijvoorbeeld over de immuniteitsvraag van Trump, dat ze ook heel erg op de hand van Trump zijn. Nou, ben jij dan helemaal overtuigd dat dit een eerlijke uitkomst wordt? Als het toch zo zou zijn dat de uitslag is dat... ik verwacht niet dat als Trump met een duidelijke meerderheid is, dat de Democraten de wapens oppakken. Doorgaans zijn de Republikeinen beter bewapend in Amerika dan de Democraten. Maar de kans bestaat dus dat als de Democraten, als uit de stembusuitslagen blijkt dat de Democraten hebben gewonnen, dat de Republikeinen toch gaan proberen, zoals ze ook op 6 januari 2021 hebben geprobeerd, om de overdracht van de macht tegen te gaan. Ja, maar we hebben natuurlijk ook wel een aanslag op Trump gezien. Dus als Trump wint, dan kun je ook dat soort dingen misschien nog meer gaan verwachten. Dus bepaalde guerrilla acties. Er is zoveel gebeurd dat je die aanslag inmiddels al een beetje op de achtergrond is gegaan. En ik vind het heel goed dat je het noemt. Ik denk wel dat het belangrijk is om aan te tonen, erbij aan te tekenen dat er geen enkel idee is dat door een democraat, iemand die de Democratische Partij steunde, is gedaan. Maar het was geen Republikein waarschijnlijk, toch? Hmm? Het was geen Republikein, gok ik zo. Het was een Republikein. Ja? Hij had een bord in zijn tuin staan dat hij een Republikein aanhing. Hij was lid van de NRA. Dus het lijkt erop dat het gewoon een heel nihilistische
iemand is geweest die gewoon historie heeft willen schrijven. Ja. Want hij heeft zeg maar voor die tijd niet alleen gekeken, gegoogeld wanneer de Republikeinse conventie was, wanneer de Democratische conventie was. Maar hij heeft ook gekeken waar Biden zou verschijnen en waar Trump zou verschijnen. En kennelijk heeft hij gedacht, dit is het dichtste bij huis. Ja, dit is een soort van martelaar, doodswens. Ja, een grootheidswaanzin. Ja, ja. Nou, laten we hopen dat het niet uit de klauwen loopt al daar. Maar we gaan het volgen. Dan China, daar heb je ook veel verstand van. Je hebt er gewoond. Wanneer woon je in China? Ik woonde daar in 2015 en dan heb ik een jaar gewoond in Beijing. Ja, en je hebt een promotieonderzoek gedaan over de economische groei daar. Hoe kijk jij nu naar hun positie in de wereld? Ik zou willen zeggen dat ik kon zeggen dat het een reus op leme voeten is. Maar daar ben ik nog niet van overtuigd. Je ziet wel heel duidelijk dat China het gewoon erg moeilijk heeft, economisch. Dat is natuurlijk ook te verwachten. We hebben hier in Europa gezien en ook in Amerika, maar vooral in Europa, wat het kan doen als je een huis speculatieve bubbel hebt op de huizenmarkt en die spat uiteen. Hoe moeilijker dat kan zijn om de economische activiteit die daarin ging, hè, in de huizenmarkt, in de onroerend goedsector, om die ergens anders uit te halen. In China was in 2019 voor het leeglopen van die speculatieve bubbel op de huizenmarkt maakte onroerend goed en de diensten die daarmee samenhingen 28% uit van het Chinese BBP. Dat was evenveel als in Spanje in 2007, de vooravond van de grote financiële crisis. Nou, je kunt gewoon in de cijfers zien hoe lang het voor Spanje heeft geduurd. Spanje begint het nu pas een beetje te boven te komen. Hoe lang het geduurd heeft, hè? Bijna 15 jaar om daar weer uit te komen. En je ziet dat China, anders dan bijvoorbeeld een land als Spanje, ook overigens vind ik ook dat Europa niet snel genoeg zijn beleid heeft aangepast en niet genoeg de economie heeft gestimuleerd. Maar dat China op geen enkele manier probeert om het gat dat gevallen is doordat de onroerend goedsector is weggevallen als de grote motor van de economie, om dat te vullen met huishoudelijke consumptie. Als je ziet, in China is de huishoudelijke consumptie zo'n 46% van het BBP. Terwijl in de Verenigde Staten is huishoudconsumptie 68% van het BBP. Dus daar is voor China nog heel veel winst te behalen. Heel veel economische activiteit uit te halen door, door die consumptie te stimuleren. Maar tegelijkertijd, de economische groei in China is nog steeds, voor zover je al die cijfers kan geloven, hoger dan in het westerse deel van de wereld. Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen in bepaalde steden. Mijn vrouw was recent nog in Shenzhen op zakenreis. En ze verbazen zich over hoe schoon het was, hoe veilig, hoeveel elektrische auto's er rondrijden, bullet trains, heel veel mooie nieuwe high-rise, mooie parken. En als je dan kijkt naar de inner cities van veel Amerikaanse steden met name, maar ook in Europese hoofdsteden, is dat beeld niet per se veel beter. Nee, maar China investeert heel veel. De overheid investeert heel veel. Maar ja, die overheid bouwt daar ook vrij veel schuld voor op. En dat begint toch... Doen wij ook in het Westen. Die pijn begin je ook te voelen. Ja, maar je kunt je afvragen, ik denk dat als je consumentenbestedingen hebt die de economie gaande houden, dat uiteindelijk tot meer sustainability. En ik ben niet alleen maar voor consumentenbestedingen, overheidsinvesteringen. Maar als we vinden dat het in Amerika de consumentenbestedingen te groot deel uitmaken en de overheidsinvesteringen te weinig, kun je van China het omgekeerde zeggen. Dus het verschil is natuurlijk wel, China groeit nog wel wat harder dan het Westen. Het scheelt met Amerika overigens niet zo heel veel. Amerika is bijna harder gegroeid, zeker als je de COVID-periode meerekent. Dan zijn we allemaal veel harder. Alle economieën harder gegroeid dan die van China. Maar China heeft natuurlijk een inkomen per hoofd van de bevolking dat nog veel lager ligt. Dus op grond van het feit dat welvaart daar nog zoveel lager is dan het welvaartsspel zoveel lager is dan in het Westen, of dat nou Amerika is of Europa,
Zou je verwachten dat de Chinese economie nog veel meer catch-up zou kunnen... niet ketchup als wat bij patat gaat, maar catch-up nog ons in zou kunnen halen. En dat zien we niet meer echt terug in hun groeicijfers. En het is vooral... kijk, voor het Westen is het denk ik wel even goed dat Chinese economie even wat tot stilstand komt. Want anders zou het al de komende jaren... China de Verenigde Staten inhalen als grootste economie van de wereld, gerekend op basis van formele wisselkoersen. Ik denk dat het gezond is voor de internationale relaties dat dat nu even niet het geval lijkt te zijn, dat dat voorlopig even China tot stilstand komt. Waarom is dat gezond dan? Binnen China is het wel een probleem. Dus je ziet enorm veel welvaart. Ik vond het ook fascinerend om te zien. Maar los van het jaar dat ik daar woon, heb ik er gewoon heel veel naartoe gereisd. En het was zo fascinerend dat als je er een 3 maanden of een half jaar niet was geweest, dan moest je alweer even weer nieuw vaste grond onder je voeten vinden. Omdat het alweer zo veranderd was. En het ook je positie tegenover Chinezen alweer zo aan het veranderen was. Maar je ziet dat daar het inkomen per hoofd van de bevolking tegen lokale prijzen is ongeveer 1/3 van wat het hier is. Dus daar is nog wel wat verbetering te halen. En daarvoor heb je meer economische groei nodig. India bijvoorbeeld, dat notoor niet heel goed wordt geleid qua economisch beleid, in mijn ogen. Anders dan China lange tijd. Dat groeit op dit moment veel harder dan China. Ja, je gaf eerder even aan dat het beter is voor de internationale relaties als China niet te hard groeit. Kun je dat toelichten? Nou, voor het Westen is het... ik denk dat het voor China's internationale relaties heel goed zou zijn als het heel hard zou groeien. Maar vanuit Westers perspectief... we hebben natuurlijk altijd heel erg gehoopt en het is niet voor niets dat China in 1990 op een fast track werd gezet om toe te treden tot de Wereldhandelsorganisatie. Dat China eigenlijk meer naar een democratische, politiek liberale staat zou ontwikkelen. En dat juist het opnemen van China in de Wereldhandelsorganisatie daartoe zou aan toe bij zou dragen. En je ziet dat dat gewoon helemaal niet is gebeurd met de uitverkiezing van Xi Jinping. En een uitverkiezing tussen aanhalingstekens, want het is geen democratie. Maar met het aanwijzen van Xi Jinping als de hoogste leider van het land, heeft China toch een enorme draai naar autoritarisme gemaakt. En dat is wel een enorme uitdaging voor het Westen. Ik denk maar moeten we niet misschien verwaken dat we te veel ons model van governance en hoe wij in de samenleving willen inrichten, dat projecteren op China? Want dat staatskapitalisme heeft voor heel veel Chinezen uiteindelijk goed uitgepakt, dat ze uit de armoede zijn geheven en nu meer welvaart kennen dan voorheen. En onze democratie is eigenlijk verworden tot een freakshow. We hebben net over Amerika gehad, met een aanslag en twee veel te oude kandidaten die elkaar het leven zuur maken. Nu in Europa gebeurt er ook van alles waar je niet trots op kan zijn. Dus die Chinezen, die hebben een eigen model. Dat werkt voor hen goed. Wie zijn wij om dan ons gebrekkige model, wat op heel veel manieren vast aan het lopen is, toch daar te willen afdwingen? Ik weet ook niet precies of het al kijkt. Er is ook niet als China's... toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie is ook niet als voorwaarde gesteld. Je moet je ontwikkelen als een democratisch model. We hebben die hoop wel gehad en het is niet gebeurd. Maar wat je wel ziet is dat China zich niet aan de internationale regels wil houden voor het handelsverkeer. Bijvoorbeeld doordat ze enorm veel willen dumpen op onze markten. Ons gewoon helemaal uit de markt prijzen. En je ziet wat dat voor gevolgen heeft gehad. Als je kijkt bijvoorbeeld op een markt van de chips voorheen. Kon Amerika zelf zijn chips maken. Inmiddels is Amerika gewoon heel bang dat ze afhankelijk worden van China voor hun chips. Die zijn zo essentieel. En dan kun je wel zeggen van, maar dat is de markt. Je kunt ergens van afhankelijk worden. Ja, maar je ziet dat China niet schuwt om politieke argumenten te gebruiken om bijvoorbeeld iets niet te leveren. Je ziet wat er is gebeurd, dus dat is eigenlijk weer een ander orgaan. Je wil niet eenzijdig afhankelijkheden opbouwen. Dus dat is het eerste risico. Een ander risico is dat je zelf, en dat hangt er wel mee samen, maar is dat je eigen industrie of helemaal weggevaagd wordt, zoals bijvoorbeeld met de Duitse windturbine-industrie is gebeurd door China.
En of dat je eigen groene industrie überhaupt geen kans krijgt om zich op te bloeien. Omdat China gewoon met dumping en wat ze ook mede kunnen doen doordat de staat voordelen geeft aan bedrijven, de markt hier ondergraven. Het is een beetje dubbel, want ik voel wat je zegt. Ik begrijp ook wel dat je die afhankelijkheid niet wil. Anderzijds als consument, kom maar door met die dumping. Als ik voor hele lage prijzen een mooie Chinese auto kan aanschaffen of iets dergelijks. De consument is er niet slechter af dan. Op lange termijn rolt het wellicht je industriële basis uit. Maar kijk, China speelt ook wellicht niet een heel slim spel door die prijzen of die producten van hele lage prijzen weg te zetten. Zou je niet gewoon dubbel kunnen handelen? Door enerzijds wel gewoon al die spulletjes te accepteren, maar in parallel nog steeds ook wel kritische industrieën zelf op te zetten. Nee, maar dat lukt juist niet. Want die kritische industrieën kunnen niet concurreren met de Chinese industrie. Dus die hebben geen kans. Terwijl je dan moet je ze van heel veel subsidies voorzien. Maar dan wil je natuurlijk niet dat ze, als je daar heel veel geld in investeert in subsidies om zulke kritische industrieën op te laten groeien, dat die vervolgens toch weggevaagd worden door de Chinese markt. Ja. En je moet maar kijken naar de discussie. Kijk, eerst met de coronapandemie. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we ons bewust werden van die asymmetrische afhankelijkheden. Toen we opeens realiseerden dat we geen mondkapjes meer maakten. En dat we die dus uit China moesten krijgen. Dus we waren van China afhankelijk. Nou, dat was nog niet het ergste. Vervolgens kregen we de invasie in Oekraïne. Toen kwamen we erachter dat we voor onze gasvoorziening helemaal afhankelijk waren van Rusland. Nou, als je ziet, ik weet niet of de consument heel blij was. Ik weet niet welke consument jij tegen bent gekomen die heel blij was met die hele hoge gasprijs. Maar ik had de lage prijzen, daar worden de consumenten blij van. Van hoge prijzen worden niet blij, maar lage prijzen. Maar dat is wel het gevolg van die asymmetrische afhankelijkheid van Rusland. Ja, kijk, maar als je wederzijds afhankelijk bent, dus de Chinezen kunnen niet zonder onze ASML-machines en wij kunnen niet zonder hun. Dus uiteindelijk als je een wederzijds afhankelijkheid creëert, maar je kunt je wel specialiseren, dan kun je als land, / economie, consument en misschien wel uiteindelijk van profiteren. Ja, nee, look, dat was ook natuurlijk de hoop dat het zo zou gaan. Maar je ziet dat China eigenlijk heel weinig wil importeren uit andere landen, behalve inderdaad van ASML. En dat doen ze eigenlijk ook om zo snel mogelijk de technologie zelf te kunnen maken. Dat China andersom, China heeft gewoon expliciet als doelstelling om minder afhankelijk te worden van het Westen. En eigenlijk veel meer op eigen benen te staan. Ja. In het ideaalbeeld natuurlijk. Ik ben echt altijd, I've always been rooting for China. Omdat het gewoon een heel bijzonder land is. En precies wat jij beschrijft over wat jouw vrouw zag toen zij daar op zakenreis was in Shenzhen. Ja, dat herken ik ook helemaal. Maar niettemin denk ik, nou kijk bijvoorbeeld nu met geneesmiddelen. Waar we van landen afhankelijk zijn, van grondstoffen afhankelijk zijn. Waarvan we niet meer zeker weten of wij die nog zullen krijgen. Omdat ze uit Rusland komen. Nou, dat gaat over kankerpatiënten, maar ook over veel meer basic, makkelijke zaken. Dus ik denk dat je iets te makkelijk hieroverheen stapt. En bovendien je krijgt natuurlijk op een gegeven moment een escalatie waarbij je steeds meer richting isolationisme gaat. En bijna autarkie, wat de wereldhandel niet ten goede komt en uiteindelijk ook de wereldwijde welvaart niet. Ja, maar als je kijkt eigenlijk tot voor 1989, voor de val van de Berlijnse muur, was er natuurlijk een soort westerse autarkie, want er was bijna geen uitwisseling met het, veel minder uitwisseling met het oosten. En dat ging toen ook goed. Ik denk dat veel mensen aan die tijd terugdenken als een betere tijd dan de huidige tijd, omdat inmiddels juist de opkomst van China, de welvaart die daar gegroeid, die in China zo snel is gegroeid, die is toch voor een groot deel ten koste gegaan van de middenklasse en lagere middenklasse in het Westen. Er is een enorme inkomenspolarisatie, vermogenspolarisatie ontstaan in het Westen, die we daarvoor niet kenden. Dat doet meer denken aan zeg maar het Amerika van 100 jaar geleden tijdens de Roaring Twenties dan wat we zeg maar het naoorlogse Westen hebben gezien. En ja, we hadden het ook over de polarisatie in de politiek, maar die hangt daar volgens mij voor een heel groot deel mee samen. Je zou kunnen denken over het idee dat we weer strategisch autonoom willen zijn en gaan investeren in onze eigen industrie als een kans om onze eigen middenklasse weer
ja. sterk te maken. Dat is een beetje het Trump-verhaal. Dat geloof ik niet. En dat is nou een Biden-verhaal, want dit is nou de Inflation Reduction Act, waarmee hij voor een heleboel banen wilde zorgen waarvoor je geen college education nodig had. Nou, laatste puntje Europa, want uiteindelijk ervan uitgaan dat je gelijk hebt en dat je zo'n industriepolitiek moet voeren. Dan heb je de vraag, wil je dat als Europa doen of als onderlinge lidstaten? En daar ben ik zelf sceptisch over het draagvlak binnen lidstaten om naar een Europese superstaat te gaan. Maar als je dit als Europa wil doen, dan ontkom je denk ik niet aan verdere centralisatie van macht binnen Europa. Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het erg mee eens. Maar is die wens daarvoor binnen de lidstaten? Nou, je ziet dat als de dreiging groot genoeg wordt, dat heel makkelijk, dat centralisatie een stuk makkelijker gaat. Hè? Hongarije ligt nog wel eens dwars, maar als je kijkt bijvoorbeeld hoe Europa samen heeft opgetrokken, zowel tijdens de COVID-crisis als tijdens na de Russische invasie in Oekraïne, en dat er toch best grote stappen zijn gemaakt. Is het voldoende? Nee, bij lange na niet. Dus ik zou zijn voor meer federalisatie. En ik denk dat als mensen zien dat dat in hun eigen belang is en belangrijk voor hun eigen veiligheid, dat ze in die zin ook wel, dat zij daar ook voor zullen zijn. Net zoals het, nu wil niemand bezuinigen om meer geld te kunnen investeren in defensie. Maar ja, als de Russen straks, mocht Trump gekozen worden en Poetin vrij spel geven in Oekraïne. Als de Russen aan de Poolse grens staan, dan mag je ervan uitgaan dat iedereen het in Nederland heel goed idee vindt. Daar maak ik me sowieso niet zoveel zorgen over. Dat vind ik vooral heel veel een paniekzaaierij. Maar goed, daar kunnen we over mening van verschillen. Alleen, ik ben het wel met je eens als die wens er is om te federaliseren en het uitzicht in de verkiezingsuitslag. Maar wat ik te veel merk in Europa is dat die richting gekozen is. Het is een trein die dendert. Die gaat maar voort. Dus ondanks wat het volk ervan vindt, uiteindelijk wordt stap voor stap, worden de fondsen opgericht die eenmalig zouden zijn, maar die worden dan weer opnieuw overwogen voor de groene agenda of voor defensie. Het zou zo goed zijn als het volk zich ook uitspreekt voor die richting en dat het dan uiteindelijk wordt geïmplementeerd. En anders moet je het gewoon niet doen, denk ik, want dan is het niet democratisch. Ja, je kiest je leiders en die machtig je ook om het Europese beleid vorm te geven. We hebben een Europees parlement. Daar is verrassend, in ieder geval in Nederland, verrassend groot hoge uitslag voor de linkse partijen die voor meer integratie zijn. Een verrassend kleine aantal stemmen voor de PVV. Dus ik ben het in beginsel met je eens dat het gewoon democratisch gedragen moet zijn. Maar ik ben het niet met je eens dat dat op dit moment niet het geval is. Ja. We zitten op 3 kwartier alleen. We zouden het rond de 3 kwartier houden. Dat was wat dat betreft goede timing. Fijn om met je te praten. Leuk dat je ja zei tegen de uitnodiging. Wil je nog iets? Waar kunnen mensen meer over je weten en over je leren? Lees de Volkskrant zou ik zeggen. Begin daarmee. Lees mijn boek, The Chinese Birdcage, How China's Rise Almost Toppled the West. Ik ben vaak publieke optredens doe ik, soms op televisie ben ik en ik ben op Twitter. Op Twitter, ja. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Nou, dankjewel en wellicht dan doen we de volgende keer gewoon op kantoor of ergens anders. Voor een leuke interview. Ja, dankjewel.